Hallo lieve mensen, hierbij ga ik dus de kaartjes trekken voor jullie uit het Shadowscapes Tarot. En het zijn prachtige kaartjes. Ik begin bij de nummer 1. En de nummer 1 is het kaartje van de schildknaap van Kelken. En de schildknaap van Kelken ziet er hier dus een beetje anders uit. Het is echt een beaut van een kaart. Het is een onderzeekaart, zeg maar. En deze meermin, die draagt dus een kelk. En je ziet daarboven nog wat vissen en dergelijke. Dus het ziet er prachtig uit. Ik ga hem even neerzetten en dan ga ik eigenlijk even zeggen wat hij dus betekent. Nou, de schildknaap van Kelken heeft te maken met het feit dat hij af en toe best wel een spelletje kan spelen met het leven. En het kan ook een toneelspeler zijn en een persoon die best wel poëtisch is aangelegd. Ook wel een minnaar, een troubadour. En hij maakt eigenlijk van de liefde zijn geschenk. Het is best wel een charmeur en een schavuit. Best wel vol fantasie, vindingrijk, nieuwsgierig. Maar let op, want er is toch wat gevaar eigenlijk dat het een beetje amateuristisch gaat overkomen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk je eigen valkuil nu aan het instappen bent. En door een beetje aanstellig sociaal gedrag wordt het je afgerekend. Dus pas daar een beetje op, nummers 1. Want het is dus, het is wel belangrijk, want je leert nu wel een les over hoe je wel mag gaan zijn. Hè? Het is nu belangrijk dat je dus een beetje dat theaterspel aan de kant gaat zetten en dat je gaat kijken van, nu ga ik dat doen, want het is toch wel best wel een belangrijk ding eigenlijk om te doen. En er staat heel wat op het spel, maar zorg er dan voor dat je dus je spelletje wel goed speelt en dat je niet eigenlijk jezelf in de vingers gaat snijden. Want als je dus de vissen wilt vangen die dus in die meer aan het zwemmen zijn, dan zul je toch eigenlijk een beetje anders moeten gaan opstellen. Ja, dan gaan we naar de volgende kaart. En dat is King of Swords. Dus de koning zwaarden. Ik zal hem even echt netjes laten zien. Het is ook weer een hele mooie kaart. Hij zit er echt zo een beetje bij van, wie nu dichterbij komt, die zal ik een klap voor zijn hassen geven. Om het zo even te noemen. Eigenlijk zie je dus eigenlijk op zijn zwaard ook een uil zitten. Hè? Dus ook de wijsheid, zeg maar. En een heel mooi teken hier onderin. Eigenlijk is dat ook een beetje een pentakel. Zeg ik altijd pentakel. Het zit altijd wel een beetje verbonden met elkaar. Zwaarden, koning. Ja, dan moet ik even koekeloeren. Waar zit hij? Moment hoor. Daar komt hij. Ja, eigenlijk is er best wel veel autoriteit in je leven, om je heen. Maar door bepaalde zaken zijn er best wel wat voet aan grond heeft gekregen bij jou. En het zorgt een beetje ervoor dat bepaald leed eigenlijk een beetje verleden is geworden. Maar het zwaard staat gereed voor de strijd. Dus nummers 2 is dit, hè? Nummers 2. Hij draagt het niet zoals een koningin het symbool van de macht, maar hij gebruikt hem wel met heel veel energie. En er is ook best wel soms zichtbare dreiging. En dat klopt ook wel. Als je kijkt naar de periode waar we nu in zitten, dan is er best wel veel dreiging eigenlijk. Laat je daardoor niet van het pad afbrengen, want je ergert je eigenlijk een beetje. Hè? En er is veel ergernis. En dat vertegenwoordigt ook een beetje, ja, dat je autoritair kan overkomen. Er wordt ook gesproken over een autoritaire vader, vaderfiguur. Of politieman, rechter, professor. Maar je bent best wel verantwoordelijk voor al die gebieden. En weet je, je wil eigenlijk een beetje dus de rust gaan temmen. En dus eigenlijk de boel gaan temmen, zeg maar. Zodat je de rust weer kan vinden. En dat je dus eigenlijk het geloof blijf behouden dat het ook een mooiere wereld kan worden. Ik vind het wel moeilijk, maar de mooiere wereld komt er eigenlijk best wel aan. Dus dat is een beetje de boodschap van de zwaarde koning. Ja, dan komt nummer 3. En
Even zien. Dat is ook een hele bijzondere kaart. Ik zal hem zo even laten zien. Ik heb even mijn boekje een beetje als leidraad erbij. Maar ik vertel eigenlijk ook een beetje uit mijn eigen gevoel. En de heremiet is eigenlijk best wel, en het woord zegt het al, heremiet. Dus je bent een kluizenaar, zeg maar. Ik laat hem even goed zien. Dus kaartje nummer 3, voor de mensen die nummer 3 hebben getrokken. En je ziet ook, hij heeft een lichtje in zijn handen. En hij staat best wel wiebelig. Dus een teken van bezinning misschien. Een teken van eens even gaan kijken waar sta ik. En hoe mag het gaan lopen. En dit zijn mijn eigen woorden een beetje van de kaart. Dit is een nieuw deck, dus ik moet nog een beetje leren hoe het in elkaar steekt met deze kaartjes. Maar als ik naar de afbeelding kijk, er is veel reuring om de heremiet heen. En dus beweging, zeg maar. Dus veel beweging, maar hij blijft eigenlijk best wel staande. Ja, en het laat eigenlijk een oude man zien die dus eigenlijk een lamp vasthoudt waarin de ster straalt. Dus eigenlijk is het ook wel weer een hele mooie kaart. Het licht is eigenlijk altijd bij ons. De uitdrukking is best wel vredig. Zijn rug een beetje gebogen. En dat is een teken van gedane arbeid en inspanning. En hij staat eigenlijk nu alleen op die grote bergtop. Hè, waar dus die steen, die mooie ronde steen staat. En de kaart wordt eigenlijk ook het lichaam. Het wordt geaccepteerd, geliefd. Is ergens ook wel weer ontspannen. Maar wil zich eigenlijk ook een beetje terug gaan trekken van alle rumoerigheid die er nu op het ogenblik gaande is. En eigenlijk ontdekt de kluizenaar best wel het licht in zichzelf. En vindt ook dat hij het licht mag gaan uitdraaien. Alleen wordt het niet altijd direct gezien door iedereen. Hè? Je draagt je lichtje hè? Als nummer 3, zeg ik dan even. Dit is nummer 3 kaart. En dan zie je eigenlijk best wel dat er veel gaande is op de wereld en je wil graag je licht laten schijnen, maar niet iedereen ziet dat licht direct. Dan wordt het dus toch wel van je verlangd dat je even een stapje terug gaat nemen. Ga daarvoor de rust in en ga de weg van meditatie of een beetje yoga, tantra. Leef even in overgave en niet in het wat er moet zijn, zeg maar. Maar wees maar even zoals het is. Dus zie ook naar de kluizenaar, eigenlijk straalt er best wel heel veel rust vanaf. Omdat hij prachtig mooi op dat stukje blijft staan bovenop die bergtop. Ja, weet je, het is, dat is eigenlijk een beetje het verhaal. De weg van de innerlijke zoektocht naar het eigen licht. Maar het licht ook wel weer zien en eigenlijk ook willen uitdragen. Je vindt het soms moeilijk. Je hebt afkeer van bepaalde uiterlijkheden. Dat heeft te maken met de tijd van nu, hè, waar we nu in zitten. Daar je eenzaam in voelen, dan is het toch tijd om de meditatie even een beetje op te pakken. Of de yoga, wat je ook maar rustig maakt. Het kan ook een wandeling zijn in de natuur. Het kan ook zijn dat je heerlijk kunt zijn samen met een dier of wat dan ook. Nou, zoek het gewoon voor jezelf even uit. Of heerlijk een filmpje kijken wat je ontspant. Maar ga eens even intensief op zoek naar jezelf. Wie ben ik? Dus het wordt tijd om je toch even terug te trekken. En je mag je even concentreren op je innerlijk licht. Maar ook de rijkdommen die je eigenlijk al om je heen hebt. En de voorspoed die er al is. Maar dan toch ook wel weer even je eigen weg gaan daarin. Dus dat is ook wel weer heel belangrijk. Ik vind het 3 prachtige kaartjes. En de laatste heeft wat meer uitleg gekregen. Omdat dat echt best ook wel een belangrijke kaart is. De grote arcana en er zijn de kleine arcana kaartjes. Nou, dat was hem even. De getrokken kaartjes. Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. Sorry. En ik ga ze nog even apart zetten. Maar ik laat het filmpje ook staan. Dat vind ik toch wel leuk dat je kunt zien wat het inhoudt. En wat ik daarover te zeggen heb. Ik zou zeggen, heb nog een fijn weekend. En tot de volgende keer. Doeg. Doeg.